Ja. Maar ik moet dus eigenlijk in één week een veilig pedagogisch klimaat opstellen met de nieuwe stageklas, zodat ik in principe gewoon weer door kan met wat ik al aan het doen was bij de kleuters. Dus dat is wel een beetje kut. Ja, een beetje afhankelijk van welke widget Bouw. je. Ja, nou, bouw misschien niet, maar klas in Klas, ieder oh, geval. Ik bedoel, het verschilt heel erg. Kom jij in groep 8, ja, dan ga je dat krijgen. Ja. Dat wordt dan een lastig. Moet gelijk dat te establishen. Je vertrouwen in je school. ja, vriendin, weet het, vriendin van de papa die zei ook zo van, ja, misschien is het maar goed dat jij in de bovenbouw wordt geplaatst. Want ik Waarom? zei, ja, weet je, misschien wil ik wel groep 3 of groep 4 eigenlijk nog even hebben. Ja, chill. Lekker laag toch. Maar ze zei, ja, je bent helemaal obsessief met die kleuters, ga maar lekker wat anders Zet wat in, zet wat in. doen. Er zit zeker wat in. Maar ik moest er wel heel hard om lachen. Ja. Een soort Ja, ik moet ook obsessie. eerlijk zeggen, ik vind het wel een beetje. Ja, ik vind het gewoon heel veel nu. Zeg maar, als mijn random ass stage van kleuters was en onderwijs was gewoon prima, oké. Zeg maar op normaal niveau. Maar ik zit nu alles op kleuterniveau en daar word ik wel een beetje gek van. Zeg maar qua onderwijs ook. Gewoon een beetje veel voor mij. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Maar daarentegen trekt kleuters Ja, mij ook ik niet. weet niet. Doe mijn Ja, best. bij mij op zich nu wel. Ja, nee, snap ik. Ja, maar Dus het is vanaf bij ook jou wel vragen. gelijk een beetje het eerste waar ik aan gebind ben dan. Dus dat maakt het Tuurlijk, ook wel een het gaat beetje. heel anders zijn. Ja. Als jij straks naar een andere klas gaat. Ik ben daar heel benieuwd naar. Zelf natuurlijk ook, maar Wat ik. je gaat vinden. Wapen nodig. Want het is op zich wel een chille school, niet echt een probleemschool of zo, dus. Nee. Niet iedere school. Nee, oké, okay, maar dit zijn veel mensen die bij mij een probleem school Oh hebben. ja, snap ik. En die zijn dan ook helemaal flabbergasted. En dan wordt sommige opdrachten doen vanuit school ook wel een beetje Beter dan ze weten. ingewikkelder. Ja, mijn mentor weet ook niet wat ik praktisch allemaal moet doen. Die vindt het Oh, allemaal wel mijne goed. ook niet. Die mijne ook niet, maar als zolang ik het er vertel van tevoren en zo, dan is het Ja, ik beter. zeg het ook hoor. Het is wel flabbergasted soms als ik iets heel anders doe wat zij doen dan. De teacher in role en zo, dat soort shit. Doet mijn mentor gewoon niet. Dat je een totaal ander persoon bent voor die kleuters. Oh, dat. Ja. Ja, dat doet mijne ook niet echt, maar dat ga ik dus donderdag waarschijnlijk een beetje doen. Nou, niet per se in rol, maar ik ga een taaltje om even vertellen. Ja, is wel leuk om te doen hoor. Als je Is het? gewoon even een dingetje doet. Ja, ik ga het. Weet je, jij had het over. Je had het toch gedaan met die pepernoten zo, ga ik ook doen. Oh ja, die was. Ja, die Dus pepernoten was. ik ga rekenen met pepernoten. Dus dan heb ik mijn schoen gezet. En ik heb nu een bak staan, allemaal cijfers opgeplakt. Nice. En dat de telpepernoten eigenlijk alleen pas lekker zijn als er mee is Ja. geteld. Dus dan neem ik een groepje uit de klas mee om mij daarmee te helpen, want dan zou ik het zelf nog een beetje moeilijk vinden. Tuurlijk. Ik En snap het dan. hoor. Deze is lastig klassikaal. Je kan hem klassikaal introduceren en daar blijft Ja, het bij. ja, ja. Ja, precies, dat dacht ik ook te doen. Dan introduceer ik hem klassikaal, neem ik een paar van die groep 2'ers gewoon de klas uit. En dan gaan wij Ja. ermee tellen en dan zijn ze lekker, want dan is er mee geteld en dan kunnen we. Ja, zeker. Neem gewoon even een hele zak mee, want dan heb je Oh wel ja, even. ik heb een hele bak. Oh ja, top. Ja, nee, maar dan kan je ze gelijk delen aan iedereen. Ja. Ben ik er afgelopen donderdag nog geweest om te vertellen over de rommelpiet en zo? Nee, hè? Nee, want we hadden Pokémon doen. Ja, ik was dan bezig met school, weet ik. Donderdag hoefde ik het vrijdag en zaterdag niet te doen. Maar in ieder geval, donderdag of Was een mopie. woensdagavond, woensdag mochten de kinderen hun schoen zetten. Wat betekende dat donderdag de. Rommelpiet van. Donderdag de rommelpieter was. Ja, het was op zich wel grappig om te zien hoe, zeg maar, spontaan en Oh, shit. spastisch dat werd gedaan.
Want ik dacht van, oké, alles is wel plannen en zo, maar dat viel dus reuze mee. Het was echt van... Ja, wat doen jullie eigenlijk? Ik heb bij de andere juffen en toen had eentje die had echt een leuk ding. Dus toen was ze van, oké, dat gaan wij ook doen. Dus toen was het van, oké, kun je die brief voor mij uitprinten? En dan mikken wij gewoon even het lokaal over op. Dus ik had schoenen verstopt. Schoenen verstopt, eentje bovenop het digibord gezet. Dat soort dingen. Ja, leuk man. En toen... Krijg van heel veel volgens, mee. Ja. Oh, wat zou er echt niet meer dingen. Ik luister gerust verder. Nee, maar snap. Ja, dus leuk, de kinderen komen binnen. En ik had eigenlijk de schoenen die ik niet had verstopt, had ik onder de deken gelegd, zeg maar, zodat ze niet konden zien. Maar wat is natuurlijk het eerste wat die kinderen doen? De deken eraf halen. Precies, dus ik dacht origineel van, oké, nou weet je, ik kan het op zich wel laten liggen zolang ik het zeg. Maar stiekem doen ze dat dan alsnog. Tuurlijk. Je moet altijd uitgaan dat ze het doen. Ja, zeker waar. Daarom, als je iets onder een deken legt, heb je gelijk hun aandacht. Klopt. Dus uiteindelijk ben ik maar zeg maar gewoon in die hoek gaan staan, want het was zeg maar tussen twee kasten in. Mm-hmm. Zodat ze niet konden, wat is het, konden bij die dingen. Perfect. Konden komen erbij. En dan toch eronder door proberen, onder mijn armen door te proberen. Ja, te ja, altijd. Dus, dat is echt heel grappig. Gewoon nu verdrinkt, ja. Oh, onder de water, nu zijn we. Nou ja, ik weet niet hoor. Oh, nu, jij mag even werken aan je rijskool. 105. Hier komen, vriend. Jij gaat de partij sleutelen. Zo! Lekker nu hoor. Doei. Wow. Kom op. Stop, die is nog. Nee, fuck! Shit, Jim is nog. Ik ben een partij slecht van. Hij mag ook gelijk niet meer praten. Kut, ja, dat vind ik toch wel. Ja, ik denk ik gooi even mijn controle door de ruimte heen. Hier. Ja, snap ik. Normaal is het uit van de wereld. Ja, nu heeft ze. Oké, we pakken even de reboot van Jim op. Ja, ja, dank u. Ik denk dat de mensen die Goat Simulator gewoon 30 euro hebben uitgegeven. Voor een skin. Voor een skin en vervolgens komt hij gewoon in de itemshop een beetje teleurgesteld. Kom je in de itemshop? Hij staat nu in de itemshop. Oh, dan bouw ik. Zeker weten bouw je dan. Maar ja, ik weet niet, de originele Goat Simulator vind ik het toch beter. Die, ik heb niet gespeeld, maar die nieuwe heeft een heel quest-systeem-achtig verhaal verbonden eraan. Het is niet echt. Is het jouw ding? Het is not it, weet je. Het moest een chaotisch spel wezen. Maar dat is het niet meer. Maar dat is het niet meer zo. Ik heb het reboot, thanks O'Neill. Dank je. Hier ligt heel veel zooi. Ja, ik ga gewoon even terug, ik ben wel benieuwd waar. Pak. Wat hebben we hier? Hebben we hier nog iets bijzonders? Nee, niet dat ik denk, oh, dat is bijzonder. Dat is bijzonder. Hebben we nog iets bijzonders? Niet dat ik denk dat het is bijzonder. Nee. Nou, goed dat. Zeker. Je wordt het biscuit. Oh, daar loopt de mens. Waar loopt de mens? Hij is nog. Nog. Wat zo? Wat zo glad. Doen we even. Even reloaden. Up. Had die andere vent nog wat? Ja, een hele hoop kogels. Ja, dat is ook wel fijn. Zeker. Qua kogels heb ik niet op zich best wel prima. Oh, we gaan nog iets hebben. Ik had een extra stage op zoek vandaag, omdat het niet zo lekker ging. Maar... Hoe bedoel je? Oh ja, zeg maar de vorige die moet even die nemen.
die appel. Vorige keer, tijd geleden, is mijn thuisbegeleider vanuit school gekomen. En die vond het niet zo lekker gaan. Die was vandaag thuis weer gekomen. Ja, klopt. Ik had maar een mager vijfje, dus ja. Kan gebeuren, kan niet gebeuren. Ik moet even mijn draai vinden, maar ja. Oh, daar heb ik ook een beetje los van, hè. Maar ik heb wel een groot gesprek, maar niet zozeer met mijn stagebegeleiding. Maar ja, ik vind het sowieso een beetje vaag af en toe. Ik moet die VOG aanvraag doen, toch? Oh ja, een beetje laat. Ja, zeg, voor mij is het niet heel erg laat of zo, maar ja, die VOG aanvraag moest gebeuren, dus ik denk, oké, nou prima, gaan we doen. Dus shit, dus keer de kant op gespaand. In eerste instantie begreep ik er helemaal niks van. Ja, oké. Dus toen vroeg ik het aan de schoolopleider. Die zei van, oké, nou, wat je doet. Dus je zoekt gewoon op het internet en dan kom je er en dan kan je het gewoon aanvragen. In principe moeten ze toch gewoon een link eisen. Ja, precies. Maar daar kwam ik dus achter. En het was de hele tijd van, ja, je doet gewoon lekker zelf. Maar het moet dus gewoon van hun komen in principe. Ja, daarom. Dus dat was een beetje vreemd. Perfect. En voor mij heel verwarrend, helemaal niet wetende wat de fuck er allemaal gaande was. Snap ik. Zit hier op links zitten wel mensen? En ik probeer de storm te ontlopen. Heeft Onur nog iets interessants gezegd in de chat, want ik heb hem weer niet open. Heel veel chrome heb gezien en dat we door moeten gaan. Zulke dingen kunnen gebeuren, maar geef nooit meer op. Dankjewel. Dat nooit meer is een beetje een leuk, hij zegt geef nooit op. Onur is een echte doorzetter. Onur is een doorzetter. Shit, Nee! Hoe ben je gekild? Ja, dus een jappie, wappie. In de storm. Kut. Ben maar niet kapot. Hij was in de huis! Wat in de huis, hè? Hij was in de huishoek! De oor. Nee, kill hem. Ik snap wel dat je het niet doet, gevaarlijk. Is het ook wel lekker, is het ook wel. Oh, big time rush. Ja. Wel chill. Big time rush. Ja. Dus, hoe was jouw dag? Ja, ik heb vandaag gewoon een gezicht getuft door een kleuter. 5 mensen hebben gescheten in hun broek. 2 hebben hun broek gescheten. Ja, gezellig. Zo, wat een kleuter. Ik had afgelopen donderdag ook weer een broek gepist en weer hetzelfde keer. En toen heb ik het, dus ik heb het maar veranderd in een lesje naar schaatsen. Schaatsen? Ik ging schaatsen op die schoonmaakdoekjes. Oh, sure. Maar je neemt wel het initiatief van de kinderen in eigen handen, dat is fijn. Ja. Oh nee. Laten we gelijk ready op drukken vandaag. Laten we gewoon eens even doorspelen. Ja. Mijn mentor die was ook. Mijn mentor, zowel ik als mijn mentor, hadden veel weinig geslapen ook afgelopen donderdag. Dus alles wat fout ging, dus we waren elkaar de hele tijd zeg maar half aan het aanvullen. Oh, oké. Maar in sommige situaties ging dat gewoon volledig fout. Dus op een gegeven moment, toen waren we een liedje aan het zingen.